Angela de Jong haalt scherp uit naar de gang van zaken rondom de populaire TV-show Miljoenenjacht. De trend lijkt te zijn dat steeds meer winnaars terughoudend zijn als het gaat om het ontvangen van presentator Winston Gersttanowitz in hun huis. Ze willen niet blootgesteld worden aan de camera's en de bijbehorende publiciteit, vooral omdat het onthullen van hun plotselinge rijkdom hen kwetsbaar maakt voor allerlei verwachtingen en mogelijke problemen. Het is een fenomeen dat Angela niet verbaast eerder verontrust. Ze vraagt zich af waarom mensen zo gemakkelijk toestaan dat camera hun huis betreden, vooral gezien de risico's en de inbreuk op hun privacy. Zelfs als ze toegeeft dat ze soms zelf cameraploegen ontvangt voor haar werk, benadrukt ze dat dit een bewuste keuze is. Voor haar zou het ondenkbaar zijn om iemand als winstig Gerst zomaar binnen te laten, vooral niet als ze zich in haar comfortabele joggingbroek voor de televisie bevindt. De druk om deel te nemen aan dit soort shows, waarbij je plotseling in de schijnwerper staat, is enorm. Angela begrijpt de behoefte van mensen om hun privacy te beschermen en niet aan de hele wereld te laten zien hoeveel geld ze hebben gewonnen. Het feit dat ze deze mening deelt, komt voort uit haar eigen voorzichtigheid en de wens om niet onnodig blootgesteld te worden aan de buitenwereld. Ze benadrukt ook het gevoel van ongemak dat gepaard gaat met het onverwacht ontvangen van bezoek, vooral als het om zoiets belangrijks als een grote geldprijs gaat. De angst voor mogelijke verwachtingen en het verlies van anonimiteit is begrijpelijk en rechtvaardigt in haar ogen de terughoudendheid van de winnaars om de deur te openen voor Winste Gerstanovits. Kortom, Angela De Jong spreekt zich duidelijk uit tegen het gemak waarmee mensen hun privacy opgeven voor een moment van roem op televisie en onderstreept het belang van het beschermen van persoonlijke grenzen, zelfs als het gaat om grote geldprijzen.